Goedemorgen, het is vandaag 22 december en ik heb vandaag een clinic van Theo Hanson in Woudenberg bij de Valleiruiters. Dus ik ga zo mijn moeder naar staan, dan ga ik vee klaarmaken, wassen, vlechten, helemaal netjes. Ik heb er zin in. Er staat van, net kijk vooral hier op haar hals heel vies, dat is allemaal met vlekje, want ik heb weggepoetst. Maar gisteren waren de benen spierenmodder en ik trek er zo uit stal. Volgens mij heeft twee zelfcleaning properties. Maar ik heb nu nog zat tijd over om even te knotten. Ik had niet zoveel tijd, nu ga ik even knotten. Die maandjes in bedwang krijgen. En Pony? Nou, Pony is heel erg ongeduldig, maar ze is er verder klaar voor. Kijk, voorkantje en knotjes op de hals. Ik heb het toch goed gelukt. En ze deken van moederstaart op, natuurlijk wat mooier dan die smurfdik van mij. We zitten nu in de auto en daar is mama. Hoi hey mama. En Vee mama moet er gewoon nog om doen. En Vee is gewoon in één keer de trailer opgelopen. Dus ik ben echt heel erg trots op haar. Want het ging best wel moeizaam de vorige keer. Daar ben ik echt een uur bezig geweest. Een keer om een trigger te krijgen. Dat komt door de rustige aanwezigheid van je moeder, hè? Ja. Dus mama en ik hebben nu in alle rust al twee lijntjes langs de klep gelegd. Er staat een auto voor ons. En die, ja, die gaat nu achteruit. We hadden twee lijnen langs de klep gelegd, zeg maar. Zodat ze een soort van landingsbaan doen. Dat hebben we ook altijd gedaan. Ja, altijd gedaan. Die heeft een tijd niet goed geladen. Hebben we toen training gedaan en toen op die manier laadde hij wel. En dus nu in alle rust, met die lijntjes erachter, liep ze er in één keer op. Echt binnen 5 minuten stond ze erop. Dus we zijn heel erg trots op haar. En wij gaan nu naar de Valleiruiters toe. En manoeuvreren langs een auto. Thank you.
naar huis. Vee liep echt weer top de trailer op de terugweg. Dus daar ben ik echt super blij mee. En mama die is mij weer heel lief aan het chauffeuren. Dat moet je zonder je ouders. Maar Vee heeft echt super goed gedaan. Ik ben echt heel erg trots op haar. We hebben wel goede puntjes gehad om ook aan te werken. En als we zo door blijven gaan, dan kunnen we makkelijk starten in januari. Komt het helemaal goed. Omdat we hetgene waar we het meest gefocust hebben, de galop, die vindt ze lastig. En ja, de constante nagevelijkheid om te kunnen gaan starten. Lekker hobbeltje. Ik wou nog iets vertellen. Ja, Vee was echt zeiknat aan het einde. Het was echt doorweekt. Kletsnat. Kletsnat. Waarom niet zeiknat? Ja, kletsnat. Nou, kletsnat aan het einde van de les. Echt helemaal doorweekt was ze. Maar Vee gaat nu niet terug naar haar eigen stal. Vee gaat nu namelijk, in ieder geval voor een weekje, naar de stal waar mijn ouders staan. Zodat we daar kunnen trainen voor trailerladen. Al ging dat nu gelukkig heel erg goed. Maar om dat gewoon constanter te krijgen en stabiel te krijgen, dat we makkelijk kunnen gaan laden. Dat ik vaker met haar dus ook op stap kan, dus ook voor wedstrijden. En zodat misschien mijn moeder een keertje op Vee kan stappen, als ze zich stoer voelt. Omdat, ja, wij hebben natuurlijk alleen een buitenbak en stiekem met mijn moeder een beetje een mooie weerruiter. Ja, geef het toe. En bij mijn ouders stappen ze gewoon een binnenbak, dus dan kan ze daar veel fijner rijden. Dan kunnen we gewoon altijd rijden, want dit is nu best wel vies weer de afgelopen tijd, veel regen. Ja, nu ben ik daar ook niet zo'n fan van. Maar ja, ik heb hem helemaal in de buitenbak. En dan moeten we maar gewoon lekker doorbikkelen. Maar dit is... Want er is nu een stal vrij. Want Sarah, mijn oude bijrijpaardje, heb ik ook een paar video's van mee opgenomen. Die is verkocht naar een gehandicapte manege. Waar ze helemaal op het plekje is. Daar is super geschikt voor. Dus die stal staat nu vrij. Dus wij gaan daar nu even tijdelijk wonen tot de volgende, want als goed is komen er 28 december, komen er weer nieuwe mensen op stal voor die stal. Helaas. Anders hadden we Vee nog een extra maandje daar op stal gezet. Dus ja, dat is even een tijdelijke verandering voor Vee, maar Vee die past er best wel snel aan. Ik merkte ook wel dat toen we er hierheen hebben gehaald van Ponyhof, was ze ook wel binnen een paar jaar wel gesetteld. Het heeft bij haar niet heel erg lang geduurd, ik heb haar langer de tijd gegeven. Maar het lijkt niet echt nodig te zijn. Helemaal als ik er zelf bij ben, dan is ze gewoon echt super chill, merk ik. Ze is toch wel een beetje aan mij gehecht, denk ik. Lief paard. Maar wij zijn nu bijna op stal. We zijn halverwege. Zover is Woudenberg van ons namelijk niet. Maar ja, al met al ben ik heel erg trots op Vee. En kunnen we lekker verder trainen. En hopelijk start het nieuwe jaar. Nou, daar staat ze dan in haar vakantiestalletje. Daar staat Rebecca en daar is Pedro. Dus ze staan in hetzelfde rijtje, dat is wel heel gezellig. Ik heb het even uitgeknald, dus ik heb helemaal kruis. Kijk, voorpluk kruis. Hals kruis. Oké, kruipaard. Ik ben bij mijn fiets, want ik ga nu naar Paula toe. Want dan gaan we naar de film. We gaan naar Stars Born, want het is een van de laatste draaiavonden. En we hadden hem allebei nog, met name Paula, nog graag zien. Dus dan neem ik haar mee op een date. Dan ga ik nu naar Paula toe en dan gaan we frietjes in de stad. En dan heel naar de film. Dus heb ik wel zin in. Moet je vertellen? Niet echt, denk ik. Want, ja, ik heb het even gedoucht. Dat vond ik wel zo fijn. Aangezien ik ook lekker had gezweet tijdens mijn les natuurlijk. Cute kerstboompjes bij de deur. Ik heb met het gras gestof gezogen. Want for some reason was er rattengif in onze tuin gekomen. Maar ja, we hebben natuurlijk 3 honden. En rattengif en honden gaan ook niet heel erg lekker samen. Dus ik heb letterlijk de stofzuiger naar buiten gehaald. En het gras stofgezogen. Dat was wel grappig. Ik ga nu eerst naar Paula toe. Ik kon al bijna langs de bioscoop, maar dat maakt niet uit. Want Paula ziet helemaal lekker, dus... Ik ga naar Paula toe en dan gaan we naar de film. Zin in. Oh, het waait ook echt hard. Daar is Pau, je kan het niet zien. Maar daar is Pau. Die zwaaide wel. We zitten nu op de fiets, want we gaan naar de film. En eerst gaan we nog even een frietje eten. En Pau, we gaan een milkshake. Dus ik zeg, mijn voeten geleden, wat pedaal. avonturen met Pau en Flo. Op de fiets. Wauw. Het is een fiets zonder handen. Is dit verstandig? Nee, pak je stuur vast, idioot. Dus wij gaan nu snel naar de Pathé toe fietsen. En we gaan naar... Wat?
zei je. En dan gaan we naar de film. Wat ik nu echt tot 3 keer heb gezegd. Let's go. We zijn weer thuis. Daar is de baby. Hi. En oh, Pauw is nu mee naar mijn huis gekomen. Dat was niet de planning, maar nu slaapt ze hier gewoon, want dat kan. Het is nu 11:05 en wij gaan zo slapen, want ik ben moe. Ik moet morgen werken, maar ik denk dat ik dit de laatste vlogmas video maak. Want dan heb ik tot aan kerst ongeveer... Niet tot aan kerst, maar dan heb ik toch een kerst uploadbaar shit. De film was wel fun. Was een goede film. Ik moest janken, want auw. Goede beschrijving. Wat vond Pauw van de film? Ik vond het ook een kekenfilm, goede hits. Is er iets wat Bradley Cooper of Lady Gaga niet kan? Pauw's review. Ja, ik ga morgen dus werken. Ik moet van 10 tot 1 werken. En dan ga ik daarna een feestje rijden. En daarna ga ik naar Pauw. En dan blijf ik daar tot maandag. En dan maandag gaan we shit voorbereiden voor kerst. En dan gaan we weer naar huis, want dan heb ik kerstpakjesavond. Kerstpakjesavond. En dan gaan we dinsdag weer naar Paula toe. Want dan hebben we daar kerst. Eerste kerstdag. En dan tweede kerstdag vieren we mijn kerst. Dus dat is de planning. Lekker onhandig. Lekker super onhandig. Echt de meest onhandige planning. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven zondag op maandag. Maar dat doe ik niet. Want ik hou van mijn peep. Niet de dingen naar me gooien. Ik blijf niet thuis. Het is onhandige planning, maar het is wel een leuke planning. Daarom doen we deze planning. Dan was echt een beeld. Ik ga de video afsluiten, want ik ben nog alleen maar raar aan het praten met de tijd. Oké. Laat een likeje achter als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren hieronder en op het belletje te klikken om geen video's te missen. Wil Pauw nog wat zeggen? Je moet een comment achterlaten. Wat is de comment? Weet ik veel, moet je zelf maken. Oké. En dan zeg ik tot de volgende keer. Word zwart.